Ik herken me op zijn minst in het cijfer. Het zou misschien nog een plusje mogen erbij voor mij. Ja, prima. Ik woon er met plezier, dus geen probleem. Maar eigenlijk al vanaf de oprichting van Boomgaardshoek. Dus we hebben het over een 30 jaar geleden. Ja, ik vind het wel een veilige buurt. En ja, ik voel me er prettig in. Ik zou het wel een 7,2 geven. Het is wel beter geworden, want vroeger ja, het was minder veilig en zo. Maar het wordt wel steeds veiliger en ja, je ziet wel een verschil. Boomgaardshoek eigenlijk een beetje beter dan de rest van Hoogvliet op dit moment. Hoewel bij andere wijken veel vernieuwing plaatsvindt, dus het verbetert daar ook. Dat kan ik me niet vinden, een 7,2 voor tussen laten, nee. Omdat het voor mijn mening te weinig opgelet wordt door het openbare orde en veiligheid. Als ze het goed in de gaten houden. 7,2 voor tussenwater vind ik vrij hoog voor de overlast. Want de overlast is behoorlijk hier. Zeker qua jeugd. De omgeving vind ik wel 7,2 waard. Het is meer gelijk gebleven dan dat we echt met stappen vooruit zijn gegaan. Nou, ik vind die 7,2 voor tussenwater vind ik onterecht. Want ik vind dat het wel hoger verdient dan een 7,2. En dan vind ik een 8 of een 9 wel gepast. Omdat ik heb nooit last van hangjongeren. Ik heb nooit dat ik niet kan slapen omdat ik jeugd nog hoor hangen, herrie hoor maken. Ik heb geen last van hard verkeer en ja, dat soort dingen. Dus ik vind een 7,2 dus wel onterecht, ja.